Nou, als je voor jezelf je doelen gaat bepalen, wees dan realistisch. Dus als jij bedenkt dat jij over 2 jaar de Olympische Spelen wil winnen, dan is een hele grote kans dat je daarin teleurgesteld raakt, hè? Er zijn natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen. Kijk naar Suzanne Boyle, die op hele late leeftijd nog de meest bekende popster werd. Je mag ook best uitdagende doelen stellen, maar zorg in ieder geval dat ze haalbaar zijn en dat je ze in stapjes kan verdelen. En als je jouw doel in kleine stapjes hakt, dan kan je dus voor ieder stapje dat je bereikt, kan je dat vieren. Van, hey, ik ben 1 stapje verder. Dus stel duidelijke doelen en hak ze in stapjes. En om een voorbeeld te noemen, als je graag in het buitenland wil wonen of je wil een hotel beginnen in Frankrijk, begin dan bijvoorbeeld met een cursus Frans, hè, of Spaans als je in Spanje wil wonen. Dan moet je andere mensen die daar ook mee bezig zijn. Je bent er iedere dag al mee bezig. Ga bijvoorbeeld je vakanties naar het land waar je graag heen wil, zodat je het beter leert kennen. En als je nog een stapje verder bent, ga dan ook een aantal maanden woningruil doen. Zodat je kinderen daar naar school gaan, zodat je echt het leven daar leert kennen. Ga praten met makelaars, ga uitzoeken wat die huizen kosten. Op die manier wordt jouw grote droom voor over heel veel jaar al een stuk realistischer. En weet je ook of het iets voor je is, want je mag ook best je dromen bijstellen ondertussen.